Goedemiddag allemaal, welkom bij onze dolfijnen trainingspresentatie. Maar eerst zal ik jullie voorstellen aan de trainers en de dolfijnen. Aan de linkerkant op het blauwe platform zien jullie Candy en zij zal werken met Kopan, ons enige mannetje van 32 jaar oud in deze lagune. Naast haar is Junior en Junior zal werken met Chabelita, de dochter van Kopan. Ze is 1,5 jaar oud en naast Junior hebben we een assistant trainer, Mandy. Zij loopt al een week met ons mee en ze doet level 2 en ze zal werken met Bonnie van 21 jaar oud. Gaan we kijken naar de lichaamsdelen van een dolfijn, want op hun rug hebben ze een rugvin om in balans te blijven. Ze hebben ook de staartvin en de staartvin beweegt van boven naar beneden en niet van links naar rechts, net als haaien of vissen dat doen. Dan hebben ze ook twee borstvinnetjes en die gebruiken ze om mee te sturen. En samen met een gestroomlijnde uit kunnen ze een topsnelheid bereiken van 40 km per uur. En dat zullen ze laten zien door een rondje te zwemmen door de laguna, hun snelheid op te bouwen en terug te komen met een topsnelheid. Van handsignalen. En ook Mandy heeft nog wat meer geleerd. We hebben geleerd hoe ze een voorwaartse staardans moet vragen. Ze vraagt de aandacht van de dolfijn en dan vraagt ze Pony om een voorwaartse staardans. En natuurlijk is dat wel een applausje waard. Ook de achterwaartse staardans geleerd. Een heel ander signaal. Ja hoor, en ook dat heeft Bonnie goed begrepen. En dan zal Mandy het water ingaan met de dolfijnen. Want op dit moment zijn ze erg verliefd. Applaudisseren natuurlijk, want ze doet het hartstikke goed. Dolfijn terugsturen naar Junior. En dan zal ze helemaal naar achter zwemmen. Want eens kijken hoe ze terug zal komen naar het blauwe platform. Dan en Bonnie zijn die kant op. En ze geven haar met een footpush, zo noemen wij dat, komt ze terug naar het platform. Ze heeft het hartstikke goed gedaan. Ze is geslaagd voor haar praktijkexamen. Nu nog een theorie-examen in het klaslokaal. En nu zal ze de dolfijnen teruggeven aan Junior. Gaan we kijken wat de dolfijnen nog meer hebben geleerd. Zien jullie iets leuks, mogen jullie gerust applaudisseren.
dolfijnen hebben zijn kusttuimelaardolfijnen. Maar rondom de kust van Curaçao zwemt er nog een soort dolfijn, ook wel de spinnerdolfijn genoemd. De Nederlandse benaming is langsnuitdolfijn. Maar waar ze die naam aan te danken hebben, spinnerdolfijn, zal ik op al nu laten zien. Door je spinnende beweging. En een spinnerdolfijn kan wel 7 keer om zijn eigen as draaien. Met dit mooie waterwerk zijn we bijna tot het einde gekomen van onze trainingspresentatie. Maar natuurlijk zullen de dolfijnen zichzelf nog 1 keer laten zien in de lucht. Dus van links naar rechts hebben jullie gezien Copan, Chabelita en Bonnie. En natuurlijk de trainers Candy Junior en onze assistant trainer Mandy. Wat ze voor ons kunnen doen en dat is even gedag zwaaien. Bedankt voor het komen, ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Voor nu alvast een fijne dag en hopelijk zien we jullie snel nog eens een keer. So thank you very much for coming, I hope you guys enjoyed it. For now, have a nice day and hopefully we'll see you back soon.